Ga jij voor deze Turtwig? Of ga jij misschien voor Chimchar? Of ben jij meer voor Piplup? Ja, Nintendo fans! Jullie vroegen mij al heel lang. Rick, ga je ook Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl spelen? Natuurlijk ga ik die spelen. Maar dat kan natuurlijk pas vanaf vandaag, want hij is vandaag pas uitgekomen. Hallo daar, het is erg leuk om je te ontmoeten. Welkom in de wereld van Pokémon! What up, Rowan? Ben je weer terug en nu op de Nintendo Switch? Dit is geweldig! However, everyone just calls me the Pokémon Professor. Dat weten we. Dat weten we toch? In elke game zit een Pokémon Professor. Vandaag ben jij het, Rowan. Hallo, hallo, hallo. Welkom. Of nou ja, eigenlijk heet hij mij welkom. Yo, Munchlax! Ik ken jou nog van mijn Baby Only Challenge, jongen. Daar heb jij het supergoed gedaan. Als je het vet vindt dat we vandaag op Pokémon Shining Pearl spelen, doe zeker dat duimpje omhoog. Want bij 1000 duimpjes gaan we keihard door met deze serie. En vergeet niet te abonneren. Abonneren is leuk. Abonneren helpt mij. Abonneren helpt jou aan leuke video's. En knal gelijk even een belletje aan, jongens. Dan krijg je gelijk meldingen en dat soort dingen. Dan gaan wij lekker spelen, jongen. Lekker Pokémonnetje. Nieuw Pokémon spelletje. Ik ben super hyped. Vandaag zijn we dit poppetje. En die heet Chukarik. Chukarik! Let's go! Rikachu en Chukarik. Hoppakee. Ondanks alle moeite, waren er rare gekleurde Pokémon gevonden. Het is een Red Gyarados en het is allemaal raar. En dat is op de tv en wij zijn naar de tv aan het kijken. Oh, trouwens, het leuke aan deze serie is dat jullie nicknames mogen verzinnen van Pokémon die ik misschien wel ga vangen en ga gebruiken in mijn team. Dus als je een leuke nickname weet, drop het in de comments en misschien ga ik jouw nickname wel gewoon gebruiken. En dit zijn onze eerste stappen in Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl Diamond Pearl Shining Remakes. Hier ligt de Nintendo Switch, jongen. Hoe leg je die daar neer? Zo met die Joy-Con op je scherm. Je scherm gaat helemaal kapot. Doe hem gewoon netjes mooi in die houder, man. En waar is mijn pet? Ik draag altijd een pet. Ik zoek mijn pet. Hallo, mama. Ik ben al even groot als mijn moeder. Rikachu! Chukarik, die kwam langs. Tijdje geleden. Ik weet niet waarom. Maar het is een emergency. Het is een nood. Kokosnoot. Noodoproep of zo. In ieder geval, we moeten snel naar die gozer toe. En we mogen niet in het gras. Want we hebben onze eigen Pokémon nog niet. En dit is het stadje waarin we beginnen. Het lijkt best wel erg op Palutown eigenlijk uit Pokémon Let's Go Pikachu. En Let's Go Eevee, als ik eerlijk ben. Maar het ziet er wel lachen uit. En hallo. Je hoeft me niet gelijk te duwen, jongen. Je hoeft niet gelijk fysiek geweld te gebruiken. We zitten weer in die 1,5 meter maatschappij, jongen. Dit is echt niet nodig, gewoon. Oké, ik moet Chukarik gaan zoeken. Welkom in deze video bij de zoektocht van Chukarik. Die niet heel lang duurt, want hier is hij al. Hij zegt, wat is er, wat is er? Oh, Rikachu, hallo. Ik ga naar het meer. Jij moet ook komen, en snel. Ik geef je een boete van 1 miljoen Pokémon niet zoals je te laat bent. Gast, ik ben niet te laat, jongen. Ik kom er gelijk aan. Je hebt geen eens je haar gekamd, vriend. Je haar zit alle kanten op. Ik dislike je comment als je nu zegt, ja, maar hij heeft tenminste haar. Echt, jongen, ik dislike je kapot. Hallo, mama van Chukarik. Chukarik is volgens mij gewoon boven. Ik moet mijn tas en mijn boekie meenemen. Ah! Oh, hoi Rikachu. We gaan naar het meer en ik ga jou een boete geven van 10 miljoen als je te laat bent. Nu is het opeens 10 miljoen. Jongen, jij moet ook even je Nintendo Switch goed in het houdertje stoppen, jongen. Jullie maken allemaal je Switches kapot. Mag ik nu wel erdoor? Ja, oké. Geen fysiek geweld meer, dankjewel. Yo, what up? Hey, je zag dat nieuws toch op tv? Je weet wel dat ze een Red Gyarados aan het zoeken waren. De mysterieuze verschijning van de boze Pokémon in het meer. Die show die zet me aan het denken. Ons lokale meertje zal vast wel ook zo'n Pokémon hebben. En wij moeten die Pokémon gaan vinden. Oh, en ik neem gelijk de leiding. Top dit. Ja, nice. Nu is het zeker gelijk allemaal mijn schuld. Ik ben nu zeker de aanstichter. Gaan we het bos in? Ja, we gaan het bos in. Let's go. Yo, daar is Rowan. De professor, samen met Dawn. Het water is wel echt mooi gemaakt, jongen. Dat is echt wel vet gedaan. Maar Dawn die zegt, nou, aan de andere kant van het meer is ook niet zo heel veel geks daar zo. En Rowan die zegt, nou, ik zal wel een foutje gemaakt hebben. Ik dacht echt dat daar iets bijzonders aan de hand was. Maar goed, we hebben het meer in ieder geval gezien. En Dawn, we gaan er weer vandoor, zegt Rowan. En Dawn die vraagt,
Hoe bevalt het je eigenlijk hier in Sinnoh? Je bent 4 jaar weg geweest. En je moet vast heel enthousiast zijn nu je weer terug bent. Er is maar één ding wat ik kan zeggen, zegt Rowan. Er zijn zoveel verschillende Pokémon hier in Sinnoh. De regio die moet ons heel erg gaan helpen bij onze studies. Niet boos worden op mij. Oh nee, zij weten niet dat wij hier niet mogen zijn, denk ik. Ik vind Dawn echt superleuk. Een van de leukste side characters in Pokémon. En Chukarik zegt, ja, waar ging dat nou weer over? Nou, zij waren ook op zoek naar deze wilde Pokémon. Deze rode Gyarados, net als wij. En ik waarschuw Chukarik nog van, ja, we mogen niet het gras in, jongen. We moeten niet het gras in, want dan komen er kunnen wilde Pokémon komen. Maar Chukarik zegt, nee joh, we gaan gewoon het gras in. Want hier staat een kissie. En wat moeten we hiermee doen? Moeten we het terugbrengen naar die mensen die hier net stonden? Was het een professor? En ja hoor, we worden aangevallen door wilde Pokémonies. Oh nee, wat gebeurt er? Dit is wel echt super leuk gemaakt. En nu moeten wij onze starter kiezen. En wie, oh wie, gaan we kiezen? Ik ben ook heel erg benieuwd wie jij kiest. Laat het ook even weten in de reacties. Ga jij voor deze Turtwig? Of ga jij misschien voor Chimchar? Of ben jij meer voor Piplup? Ik weet al voor wie ik ga. Welkom in de club, Chimchar! Wow, Chimchar, help me! We gaan battelen! Tegen deze Starly. Let's go, Chimchar. Mooi apie. En we moeten een leuke nickname verzinnen voor Chimchar. Ik vind altijd Charlie eigenlijk best wel een geinige nickname. Maar eigenlijk wil ik hem naar een bekende aap gaan noemen. En dan kunnen we natuurlijk kiezen voor Donkey Kong. Maar, of voor King Kong. Maar het is niet echt een Kong, vind ik. Het is gewoon een blij vrolijk aapje. Ik weet het. Ik weet het. Terwijl hij deze Starly verslaat, kom ik op zijn nickname. Ik ga deze Pokémon Abu noemen. Mijn starter heet Abu van Aladdin. Het leuke aapje daar zo. Super cool. En dit hebben we even gefixt, jongen. Chukarik zegt, wajo, jouw Chimchar, die was echt dope. Maar mijn Piplup was veel sterker dan jouw Pokémon. maar, dit zijn andere mensen hun Pokémon. Maar we moesten ze wel gebruiken. En die mensen die zullen er vast niet boos om worden. Maar daar is Dawn. Oh nee. En Dawn zegt, oh, daar is de kist. De briefkoffer, de koffer. De professor moet heel boos worden als we het zouden verliezen. Ja, we hebben net de Pokémon gebruikt. Ja, sorry, alleen Turtwig zit er nog in. Dawn neemt de briefcase mee, de koffer. Deze Chimchar heeft trouwens wel echt een beetje een apart hoofd en echt mega oren. Chukarik zegt, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar laten we gaan, want mijn Pokémon die heeft pijn van die battle. Als we nog een keer aangevallen worden, dan hebben we wel echt een probleem, jongen. Echt, Chukarik zorgt nu al voor veel te veel problemen. Oh, ik moet weer voorlopen. Ja hoor, tuurlijk. Oh, hij gaat toch eerst chillen. Wat? Hè? Hij zegt, ik wil nog chillen met mijn Pokémon. Ja, maar jongen, je laat mij continu in problemen komen, omdat ik voorop moet lopen. Oké, daar is Rowan. Ah! Ik hoorde van Dawn dat jullie mijn Pokémon hebben gebruikt. Mag ik ze misschien zien? Chimchar en Piplup. Oké, dan is dat maar zo. En Dawn die gaat terug naar de lab. Rowan gaat terug naar zijn lab. En Dawn zegt, wacht op mij. Je moet naar het laboratorium komen. Oké, dan gaan we toch lekker naar het laboratorium, Pie. Wat was dat voor gekte? Ik bedoel, als hij boos was, dan had hij tegen ons kunnen schreeuwen. Maar nu moeten we naar zijn laboratorium komen. Hij was niet eens boos. Yo, en hier zijn we, hoor. In het... Oh, nee. We zijn weer bij mama. Die zit lekkere potato chippies te maken. En mama vraagt, wat is er, jongetje? Ik kan niet geloven wat er met je gebeurd is. Gelukkig zijn jij en Chukarik niet kapot gegaan. Niet beschadigd. Hebben jullie geen pijn? Soms kan ik echt niet verzinnen hoe ik dat snel kan vertalen of zo. De professor die je hebt ontmoet is professor Rowan van Sand Jam Town. Hij is heel bekend om zijn studies van Pokémon. En hij is ook best wel intimiderend. Je moet naar Sand Jam Town gaan. En je moet hem uitleggen dat je geen andere keuze had dan die Pokémon te gebruiken. Maar hij zal het vast wel begrijpen. Oh, en Rick, doe deze even aan. Hey, ik heb schoenen om te rennen. Ik wil ook een pet. Mama, waar is mijn pet? Oh, kijk maar rennen, jongen. Hangt hier niet ergens een pet op de muur of zo? Nee, oké. Nintendo Switch? Nee, gaat ook niet mee. Oké, dag. Oké, let's go. We gaan hier zo door het gras. Ah, en dit is de tweede officiële Pokémon die moeten battelen. En het is Bidoof. Bidoof staat hier in de back, jongen. Bidoof is altijd backup. Bidoof is gewoon een baas Pokémon. We moeten geen grappen maken met Bidoof. We moeten Bidoof met respect behandelen. Want Bidoof was altijd onze perfecte HM-slaaf.
En nu is hij gewoon hier niet meer als HM-slaaf. Want je hebt geen HM-slaaf meer nodig in deze game. Omdat de wilde Pokémon komen helpen op het moment dat je een HM wil gebruiken. Dat is super nice. Maar Bidoof, jongen, ik heb respect voor jou, man. Kan ik jou vangen, trouwens? Nee, ik heb nog geen Pokéballs. Wow, Salto van Chimchar. Lekker, man. Hoppikideetje. Doei, Bidoofie. Toch respect voor jou, Bidoof. Nou, Chimchar, zo leuk, zo leuk. Ik vind het echt een geinige Pokémon. Kom mee, want de professor wacht op ons. Dit is het Pokémon onderzoekslaboratorium. Wow. De Chukarek is alweer binnen geweest, jongen. En hij zegt, die oude man, hij is helemaal niet zo eng, joh. Waarom doe jij zo stoer? Kam je haar, vriend. Anyway... Wij gaan ook even rustig en kalm naar binnen. Oh, wow, zo. Wow, stare contest. Ik bedoel, hoe dicht moeten we op elkaar staan, jongen? Oké, dit is wel intimiderend, man. Als je zo wordt aangekeken door een man van wie je de neus en de mond niet ziet door dik snor. Dat is niet best. Dat is niet best. Dat is intimiderend. Maar hij zegt, ah, je bent er ook, Rikachu. Laat me die Pokémon nog eens zien. Nou, die Pokémon is eigenlijk wel blij. Oké. Je mag Chimchar hebben! Wil je hem een nickname geven? Ja, natuurlijk, want dat heb ik net gezegd. Hij heet Abu. Vernoemd naar het leukste aapje uit Aladdin. En Rohan zegt, nou, ik heb gehoord wat er gebeurde bij dat meer. En dat jij en Chukarik lekker hebben gebatteld daar. Dat jullie eigenlijk best wel goed kunnen battelen. En daarom vertrouw ik jou wel met mijn Chimchar. En Dawn zegt ook, ik ben zo blij dat je... aardig bent naar Pokémon toe. En als je dat niet was, dan zou ik... Nou ja, dat gaat ze niet zeggen wat ze dan zou doen. Kijk deze ster contest, jongen. Ik ga winnen. Kijk mijn grote ogen, jongen. Ik ga winnen. We moeten iets doen voor Rohan. Rohan studeert Pokémon. En hij wil weten welke Pokémon er leven hier in de Sinnoh-regio. Dus we moeten de Pokédex gaan vullen. En dat vind ik altijd een van de leukste dingen om te doen. En natuurlijk gaan we dat doen. Maar wat als we dat nou niet zouden doen? Wat als ik daar nee zou antwoorden? Zou ik dan geen Pokédex krijgen? Wie gaat dat even proberen? Wie gaat daar nee antwoorden? Ik ben heel benieuwd. Your adventure begins now. Nu begint het avontuur pas echt. En Dawn die gaat ook helpen om de Pokédex te vullen. Nou, superleuk. Supergezellig allemaal, jongens. Hallo, meneer. Oh, dit is Dawn's vader. Oh, oké. Nou, dag, mensen. Bedankt voor Chimchar. Oké, Rikachu, ik zou jouw mentor zijn. Ik heb geen mentor nodig. Ik weet hoe Pokémon werkt. Ja, ik weet allemaal... Ja, dit is het Pokémon Center. Ja, zeker. Oh, ja, top. Daar kunnen we Pokémon healen. Hey, yeah. En dit is de Pokémarkt. En hier kan je allemaal spulletjes kopen voor jouw Pokémon. Top, man. Dankjewel, Dawn, voor deze super toffe rondleiding. Oh ja. Moet je je familie niet even laten weten dat je professor Rohan gaat helpen? Oké, doei. Dag, Dawn. Mazzel. Houdoe. Tot de volgende keer. Kan ik al Pokéballs kopen? Hallo. Ik wil iets kopen. Ja, Pokéballs. Doe maar even 15 van die dingen. Wat ze vlots. En doe maar even 5 antidootjes voor de zekerheid. Voor als ik een Weedle tegenkom met Poison Sting of zo. Oké, dag. Doei. Mama, ik ga weg. Ik ga op avontuur. Mama, ben je nou nog steeds naar die Chansey op tv aan het kijken? Oké. We worden geheeld. Chimchar, we worden geheeld. Mama zegt, wat is er, Rikachu? Oh, Rohan heeft je gevraagd om zoiets te gaan doen. Ah, je moeder heeft je back. Hier, heb je een guidebook. Als je vragen hebt over het spelletje of over je avontuur, kan je daar het antwoord in vinden. Waarschijnlijk gaan we nooit in dat ding kijken. Dankjewel, mam. Dankjewel voor dit guidebook. Oh, dat is Chukarik zeker. Oh, nee. Nee, dit is Chukarik's moeder. Die zegt, is Chukarik ook hier? Nee, paniek. Hij is zo roekeloos. En wij moeten iets gaan geven aan Chukarik. Ja hoor, dat doe ik wel. Een pakketje voor Chukarik. Let's go! Oh, Rikachu, je vergeet nog iets. Is het mijn pet? Ja, ik vergat mijn pet. Zie je wel, eindelijk heb ik mijn pet op. Potverdorie. Ik dacht al, waar is mijn pet nou gebleven, joh? Nou, nu kan je gaan. Nou, jongens, nu ik mijn pet heb gevonden, kan ik deze aflevering met een gerust hart afsluiten. In de volgende aflevering gaan we knallen. Maar we zijn begonnen. We hebben een nieuwe serie. En ik vind het super vet. Ik hoop jij ook. Doe dat duimpje dan zeker even omhoog. Bij de 1000 duimpjes gaan we gewoon keihard door. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, zodat je niks mist van deze serie. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!